Hallo, ik ben Ella en ik doe aan karate. En ik ga jullie daar vandaag wat meer over vertellen. En daarom heb ik jullie meegenomen naar karateclub Funakoshi. Gaan jullie mee naar binnen? Hoi, ik ben Johan. Ik ben de vader van Ella. Thuis oefenen we vaak samen. Maar daar gaan we je straks een paar voorbeelden van geven. Hey Ella, wat ben je aan het doen? Hey, ik ben de warm-up aan het doen. Hoort, doe je dat altijd met karate? Ja, daar beginnen we altijd mee. Zodat je lichaam goed voorbereid wordt op de les, goed warm is. Oké, want anders krijg je zeker blessures. Ja, dat kan. Ja, dat moet je niet hebben. En ik zie dat je hebt ook zo'n wit pak aangetrokken. Ja, dit is een karatepak. En daar trainen we altijd in. Oké, het lijkt wel een judopak. Ja, een judopak is wat dikker. Deze is wel lekker flexibel. Oké, en ik zie je hebt ook een zwarte band. Ja, ja, daar heb ik heel lang voor getraind. Je begint altijd met wit. En ja, daarna kan je elk jaar examen doen. En dan ga je steeds een stap hoger. Dan wordt de kleur steeds donkerder. Oké, en hoe oud was jij toen je begon met karate? Nou, toen ik in de wieg lag, dus als baby, dan moest ik al een goede vuist maken. Maar als ik dat niet meetel, dan was ik 5 jaar. Toen had ik mijn eerste les. Jeetje. En als ik vragen mag, hoe oud ben je nu? 32. 32. Oh. Als je later kinderen hebt, mogen die ook op karate? Nou, ik heb er al 2. En de oudste is 3,5 en die is nu sinds een halfjaartje gestart. Jeetje, die is nog eerder begonnen dan zijn moeder. Ja. En vindt hij het wel leuk? Jawel. Kan hij het wel een beetje? Een beetje, ja. Ja, hij is nog jong. Ja. Ja, tijd zat. Oké, ben je inmiddels warm geworden? Ja hoor, even rekken nog en dan kunnen we starten. Wat is dat voor beweging? Dit is een stoot. En zo weer je af. Wat weer je dan af? Nou, nu weer ik een stoot naar mijn hoofd af. Maar ik zie helemaal niemand. Nee, dit zijn allemaal technieken die kun je allemaal op de plaats oefenen. Zodat je ze heel netjes leert uitvoeren. Maar ook snel en krachtig. Het ziet er best ingewikkeld uit. Ja. Je begint hier de eerste les al mee. En je herhaalt het ook vaak. En ja, inmiddels kan ik het dromen, maar als je net start is het best wel moeilijk. En dan kan je ook iets met je benen? Een schop of zo? Ja. Dit heet Maigiri. En ook de zijkant. En achter. En hier dan. Wat is dat wat je net deed? Een kata. Een kata? Ja, dat is een schijngevecht. Oh, tegen één mannetje? Nee, aan meerdere kanten is er dan iemand die je aanvalt. Dus eerst van de linkerkant, dan komt er iemand van de andere kant, van achter. Oké, en moet het dan ook heel rustig en mooi? Nou, we oefenen dat wel, zodat je dan ook echt leert hoe het moet en op de techniek kan letten. Maar uiteindelijk is het de bedoeling dat het echt snel gaat en sterk. Oeh, nou word ik heel nieuwsgierig. Zou je een paar stukjes snel kunnen doen? Ja. Ah! Jeetje, met jou wil ik geen ruzie. Nee, het is heel verstandig. Het leek wel of je echt boos was. Nee, ik was niet echt boos. Ik deed alsof. Maar
Het is wel goed dat je dat denkt, want het is wel belangrijk dat anderen weten dat ik voor mezelf op kan komen. En dat ze niet bij mij moeten sollen. Nou, ik ben er niet van plan. Oké, gelukkig. Na bijna 50 jaar karate moet je jezelf natuurlijk wel uit blijven dagen. Ik heb Ella daarom gevraagd mij op de meest onverwachte momenten aan te vallen. In huis, in de tuin, in het bos of in de gymzaal.